Picker koppelt makkelijk met de meest bekende pakketdiensten zoals PostNL, DPD, SendCloud en MyParcel. In deze video leg ik je uit hoe het werkt. Hoe werkt de koppeling? Een koppeling is een directe integratie met jouw vervoerder die ervoor zorgt dat je direct vanuit Picker verzendlabels kan aanmaken en printen. Via deze koppeling stelt Picker ook je webshop en de klant op de hoogte van de status van het pakket. Picker maakt bij de vervoerder een zending aan met de adresgegevens uit de bestelling. Picker krijgt dan het verzendlabel en de trackingcode terug. Picker print het label automatisch op je labelprinter. Hierna verzendt Picker de trackinggegevens naar je webshop en eventueel direct naar je klant. Hoe koppel je pakketdiensten? In Picker ga je naar instellingen en dan naar integraties. Hier vind je het kopje pakketdiensten. Ga naar nieuwe pakketdienst toevoegen om je gewenste pakketdienst aan Picker te koppelen. Vul de inloggegevens van jouw pakketdienst in. Voor iedere pakketdienst hebben we opties die je naar je eigen voorkeuren kan instellen. Bekijk de mogelijkheden voor jouw pakketdienst op onze supportpagina. Hoe maak je een zending aan? Zodra de pakketdienst is gekoppeld, kan je zendingen aanmaken voor een picklijst. Open een picklijst in Picker en pik alle producten. Klik nu op zending maken. Picker vraagt de zending bij de vervoerder aan en ontvangt alle benodigde informatie. Het label zit nu in Picker en de trackingcode wordt naar de webshop verstuurd. Als je een printer voor verzendlabels hebt gekoppeld, wordt het label automatisch uitgeprint. Plak het label op de doos en je pakket is klaar om te versturen. Wanneer je verzendlabels automatisch wilt printen, koppel je de printers aan Picker. Bekijk onze video over printers instellen om te zien hoe je dit doet.